L'oral de Lula pour le test SELOR. Le lien se trouve ici en dessous de vidéo. Hallo allemaal, mijn naam is Lula, ik ben 38 jaar oud. Ik ben geboren in Brussel. Ik werk bij de stad Brussel. Het is een grote gemeente. Het omvat Duizend-Brussel, Laken, Neder-Overheembeek en Haren. Ik ben dossierbeheerder bij de dienst kinderopvang sinds twee jaar. Dit is mijn eerste baan. Ik neem de auto om naar mijn werk te gaan. Het traject duurt ongeveer twintig minuten, want ik woon in Overijse. Het ligt in Vlaams-Brabant. Ik werk voltijds. Ik werk drie dagen op kantoor en twee dagen thuis. Ik begin rond acht uur te werken. Ik behandel eerst mijn e-mails en ik stem vaak af met collega's over dringende dossiers. We zijn een team van twintig medewerkers. We werken in een open kantoorruimte. We zijn een geweldig dynamisch team. Ik vind het belangrijk. Om goed met mijn collega's overeen te komen, om een goede werksfeer te hebben. De stad Brussel bezit 40 crèches en er werken ongeveer 700 medewerkers in de crèches: kinderverzorgsters, schoonmaaksters, psychologen, maatschappelijke werkers. Er zijn drie afdelingen in de dienst van het jonge kind. De afdeling personeelszaken houdt zich bezig met de loopbaan van medewerkers. Ik werk op deze afdeling. De logistieke afdeling houdt zich bezig met het materiaal en de gebouwen. De financiële afdeling houdt zich bezig met de kosten, de facturen en de subsidies voor kinderopvang. Mijn belangrijkste taken zijn. Zwangerschapsverlof voor medewerkers in de crèches beheren. Ik informeer hen over de verschillende procedures die betrekking hebben op hun zwangerschap, zoals het zwangerschapsverlof, de verplichte medische onderzoeken en de te volgen administratieve stappen. Een andere belangrijke taak. Is het controleren van werktijden en het verlof van de medewerkers. Ik stuur waarschuwingen als dit niet wordt gerespecteerd. Een andere taak is het omgaan met ongevallen van kinderen in de kinderopvang. Ik help de crèche bij het invullen van het ongevallenformulier. Ik informeer de verzekering. Over het ongeluk via een platform, ETIAS. Ik heb ook enkele vergaderingen, ongeveer één à twee keer per week. Naast mijn werk volg ik elke maandagavond Nederlandse lessen aan het CVO in Overijzen. Ik volg Nederlandse lessen omdat ik in Vlaanderen woon. Mijn dochter gaat naar een Nederlandstalige school in Overijsse. Ik wil haar helpen met haar huiswerk en communiceren met leerkrachten en de andere ouders. Ik heb publiek recht gestudeerd aan de Hogeschool Koremans in Brussel. Ik heb mijn afstudeerstages bij de stad Brussel gedaan. En daarna had ik veel geluk. Ik werd na mijn studies aangenomen. Ik hou van lezen en thuisblijven. Maar ik vind het ook leuk om met mijn twee kinderen in de natuur te wandelen. Ik hou van het maken van taarten. Welke kwaliteiten, sterke punten? Ik ben iemand die georganiseerd is in zijn werk. Stipt, en ik pas me gemakkelijk aan. Welke taken doet u niet graag? Waarom? Ik houd niet van werkdagen waarop ik veel moet encoderen en er veel vergaderingen zijn. Hoe zal uw loopbaan er over vijf jaar uitzien? Ik ben ambitieus en zou graag meer verantwoordelijkheden en projecten in mijn werk willen. Ik wil me ook. Specialiseren in bepaalde domeinen en daarvoor de aanspreekpersoon zijn. Waarom de CELOR-test? De CELOR geeft me de mogelijkheid de taalpremie te verkrijgen en in mijn professionele carrière te evolueren.